Deelnemers, start vrij. De vierde koers, dames en heren, is de GCC Almere Divosa Horse World Prijs. De paarden gaan op weg naar de startvakken. We hebben er 8 aan de start. En de favoriet is de nummer 1, Gion of Egypt. Hele mooie vos, die start uit het eerste band. Die loopt zijn beste koers als hij direct de leiding heeft. En dat zal de rijder ook gaan proberen, Dennis Minema. Deelnemers gaan op weg naar de startvakken. Tweede vak is ietsje aan de late kant. Kijk even naar de starter. De starter is helemaal tevreden. Start is gevallen en wie heeft de leiding? Het zal geen verrassing zijn. Het is niet Max Verstappen, want Max Verstappen had een beetje pech in de eerste bocht. Maar dat heeft onze favoriet niet. Gideon of Egypt die gaat als eerste makkelijk de bocht in. Gideon of Egypt leidt op de tweede plaats Fisherman Sprite. Derde plaats daarachter is voor Ruud Pols die de bocht doorgaat met Enrico Star. Kijk even naar de rest van het veld en ze gaan allemaal in draf de bocht door. Vierde plaats is voor Foutje 6HB. Zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune. We hebben nog 3 ronden te gaan. En Gideon of Egypt leidt. Paard dat als 2-jarige destijds zo kwalificeerde in Wolvenga. Deed hij in een hele mooie tijd van 1.19. En toen dachten we, die gaat heel snel een koers winnen. Het heeft even geduurd, maar het kwartje is inmiddels gevallen. De 20 euro set moeten we zeggen, want een kwartje hebben we niet eens meer. En zo gaan we de rechte bocht door. De leiding is in handen van Gideon of Egypt. Tweede plaats erachter Fisherman Sprite. Eerste paard dat nu naar de buitenkant gegaan is, is de deelnemer van Ruud Pols. Die gaat proberen op te schuiven met Enrico Star. Maar hij weet dat hij die leiding nooit zal krijgen, want die geeft Gideon of Egypt niet af. Daarachter ligt Foutje 6AB galoppade van Fisherman Sprite. Die draaft inmiddels ook weer. Daar liep Foutje 6AB bovenop. En zoals de naam al doet vermoeden, resulteerde dat ook in een klein foutje. Zo gaan de paarden de linkerbocht door en komen ze zometeen de rechte lijn voor de tribune weer in. En Dennis Minema heeft er allemaal niks van meegekregen. Die ligt aan kop met Gideon of Egypt en we hebben nog 2 ronden te gaan. Gideon of Egypt, tweede plaats daarachter. Eens kijken, Ruud Pols nog altijd met Enrico Star. Ruud verdedigt op dit moment 2 sporen. Dan zeggen we, foei Ruud, dat mag niet. Aan de buitenkant komt naar voren, dat is Diamond SL met Niels Jongejans. Daarachter aan de relingzijde is dan Rob de Vlieger met Fisherman Sprite. Die steeds denkt, zal ik dat gaatje nou ingaan of niet? En daarom mag dat ook niet met die 2 sporen. We leggen het nog maar een keer uit. Daarachter aan de relingzijde volgt dan Brian Vader. Die ligt er mooi in met Fleur Europoort. En zo zijn de deelnemers in de rechte lijn overzijde. Daarnaast foutje 6HB. Dan volgt El Salsa. En de laatste plaats is voor de man die de ereprijs beschikbaar heeft gesteld. En die kan van achteraf precies zien wie hem straks gaat winnen. Want normaal gesproken komt hij dit veld niet meer voorbij met Cool Crafts. Zo gaan de paarden de linkerbocht door. Komen ze de rechte lijn voor de tribune. En nog altijd dezelfde leider. En voorlopig is het nog even niet spannend met Gideon of Egypt vooraan. En nu komt er al uit het achterveld wat beweging. Daar komt El Salsa. 3 dik naar voren. El Salsa zet de salsa in. En zo gaan we ook de laatste ronde in. Leiding in handen van Gideon of Egypt. Maar die Minema, die zit zo makkelijk als hij 's avonds thuis zit met het avonddiner. Dan zit hij ongeveer net zo achter zijn bordje als dat hij nou achter zijn paard zit. Met zijn vork in de hand. En zo gaan ze de rechte lijn overzijde in. En hij gaat versnellen. Gideon of Egypt gaat nu wat weglopen bij het veld. Hij maakt het niet eens spannend. Uitgeschare paard nummer 5. 5 galop. Tweede plaats daarachter is voor Enrico Star. En zo gaan de paarden op weg naar de laatste bocht. Aan de relingzijde probeert Fisherman Sprite nog terug te komen. Daarnaast Diamond SL. En zo gaan ze de laatste bocht in. Daar remt Gideon of Egypt een beetje af. En waar doet hij dat? Dat doet hij precies halverwege de laatste bocht. En ze komen zometeen de laatste rechte lijn in. En Gideon of Egypt leidt nog altijd. Paard 2. 2 galop. Gideon of Egypt. En nu moet Minema een beetje aan het werk. Hij doet er bijna niks aan. De zweep naar achteren. En dan weet je het wel. Hij komt eraan en hij wint. Gideon of Egypt de winnaar. Tweede plaats. Diamond SL. Super gelopen. Derde plaats. Fisherman Sprite. Daar komt Gideon of Egypt al aan, dames en heren. De winnende eigenaar is Johannes Kramer. Hij is ook de trainer. De rijder is Dennis Minema. En ze winnen, dames en heren, een car kit. En dat kan bij Johannes nooit kwaad, dames en heren. Want Johannes komt ook wel eens buiten de landsgrenzen. En dan kan hij de weg ook weer terugvinden. Terug naar Tjitske. Inderdaad, Johannes Kramer gaat de prachtige car kit krijgen van Parrot, als ik het goed heb. Aangeboden natuurlijk door Johan Kloppenburg namens GCC Almere. En dat is een groot handel op het gebied van dit soort apparaten.
mobiele alles, dit soort accessoires voor mobiele telefonie. En die kunt u in uw auto in laten bouwen. En uiteraard, Johannes Kramer krijgt nu deze prachtige prijs. En dan krijgt ook Dennis de bloemen. Namens Scheerhoorn, ook is er namens Otterdier Totaal een zak voer die zometeen Johannes Kramer mee mag nemen. Havens, Dravers, Brok, dat schijnt de allerbeste te zijn die er is. Uiteraard de Groninger Koek namens Miep Hamming, onroerend goed. En ook nog een zak met heel veel mooie lekkers. Dan mag Johannes Kramer zometeen in de koets plaatsnemen. En je mag een klein stukje doorlopen, anders staan we precies voor de speaker. Maakt niet uit als het maar niet voor de speaker staan. Dennis, dat was een heerlijk ritje, denk ik. Gewoon start tot finish aan de leiding. Ja, ja, dat moet je er anders over zeggen. Het is makkelijk. Het is makkelijk. Dat lijkt me heerlijk om zo'n paard te kunnen rijden dan. Ja, het paard is goed in orde geworden. En hij vliegt door een hoek. En zo gauw er eentje naast komt, pakt hij het bit erop en daar gaat hij. Nou, dat bleek wel. De laatste richtlijn komt nieuws, maar ik hoef niks te doen. Hij doet het zelf. Dat lijkt me heerlijk. Zometeen rij je nog meer koersen, maar dan rij je met de paarden van jullie eigen stal, de stal Krebas. Je hebt Discovery's Wish, dat paard staat momenteel bovenaan in de grasbaantrofee. Dat lijkt me dan direct een favoriet. Ja, is ook favoriet. Ik zal proberen de kop te nemen en dan dezelfde tactiek als deze. En Common Scott idem dito. Nou, dames en heren, dan weet u wat Dennis Minema zometeen gaat doen. Gaat hij nu weer op zijn zitje zitten? Inmiddels stapt Johannes Kramer de prachtige glaslandouwer in van stalhouderij Poelman uit Marum. En als Dennis zometeen zijn paard bijdraait, omdat hij de GCC Almere Divosa Horse World, uiteraard Divosa hier in Leek, langs de snelweg, maar voor de rest ook nog op vier andere plaatsen in Nederland. En op divosa.com kunt u allemaal prachtige ruitersportartikelen, trendy halsters en meer van dat soort zaken vinden. En de GCC Almere en Divosa Horse World prijs wordt dus gewonnen door Gideon of Egypt. En als ze aan u voorbij komen en ook de glaslandouwer komt aan u voorbij, geeft u ze dan een groot applaus. En dan zijn ze voor de tribune, dames en heren. Groot applaus voor Dennis Minema, Gideon of Egypt, Tjitske Land. En dan komt de eigenaar in de achtervolging, dames en heren. Geef een applaus. De man vroeger van het wielrennen en van de dravers al jaren, Johannes Kramer.